Welkom bij De Ambassadeur, het programma waarin ik de mooie kanten van Flevoland laat zien. Deze week muziek waar zelfs de kat van houdt. En ik ervaar Flevoland door de oren van een geluidskunstenaar. En zometeen de schatkamer van Flevoland. En die ga ik bekijken met iemand die jarenlang de schatkist van Nederland bewaakte. Elke week bekijk ik Flevoland door de ogen van een kunstenaar. Vandaag schakel ik extra zintuig in, want ik ontmoet een geluidskunstenaar. Klaas. Martin Weber, ik word al met muziek ontvangen. Ja, welkom. Je bent al heel lang met muziek bezig, al op hele jonge leeftijd. Mm-hmm. Ik heb begrepen, 14-jarige leeftijd begon je al. Ja. Wat heb je toen gedaan dan? Nou, met 4 ben ik begonnen. Op deze piano. Op deze piano? Ja, op deze piano. Ja. Toen ik net kon staan, toen ben ik daar met mijn vingertjes op gaan spelen. Maar op je 14e begon je dan in een band. En wanneer ben je met componeren begonnen? Nou, ook zo om die tijd. Toen ik begon in een band te spelen, ook te drummen en ook te zingen, begon ik natuurlijk ook eigen liedjes te schrijven, of gezamenlijk eigen liedjes schrijven. Dat vond ik altijd veel boeiender dan bijvoorbeeld liedjes naspelen van iemand anders. Ja. Ik wou dus zelf iets creëren. Met invloeden uit de hele wereld. De grootste charme van Flevoland is dat we multicultureel zijn. Uit alle kanten van de wereld, de mensen hier naartoe zijn gekomen. En met een pioniersmentaliteit, laten we samen iets nieuws doen. Vooral samen, dat vind ik heel mooi. En toen dacht ik bij mezelf, als ik nou een Flevolandse compositie maak, wil ik dit aspect het liefste centraal houden. Hier hebben we nou de computer staan, met al jouw muziek erin. De wereldmuziek, zo blijf ik het maar noemen. En dan wordt het hier gemixt. Hier wordt het gemixt. Nou, laat eens wat horen, Martin. Goed. Nou, het begin hiervan zijn de Zuiderzeeklanken. Dit zijn Zuiderzeeklanken? Die klokken. Ja. Mooi. Dus eigenlijk elk element uit onze mooie provincie komt op een of andere manier hier weer in terug. Zo is het klaar. Ja. Boeddhisme. Ja, je gaat heel mooi in elkaar over. Ja. Nou komen we weer wat dichter bij ons, onze eigen cultuur. Ja. De Zuiderzeeklanken. Ja. Gevolgd door het oudste stukje Nederlands wat bestaat. Op de madrigaalmuziek van Wietske Stapelsma. Dat is mooi. Ja. Weet je, Martin, ik heb dit nu gehoord. Ik heb jouw verhaal heb gehoord. Ik denk dat jij eigenlijk toch de ambassadeur bent van het multiculturele Flevoland. Dankjewel, Klaas.